Welkom terug bij de Dutch IT Channel Talkshow. Mijn naam is Danny Friedman En vandaag heb ik een gesprek met de organisatie Software One, een IT Service Provider. Over een aantal nieuwe diensten, waaronder de VMware Advisory Service. Maar ook wat voor diensten zij leveren aan bestaande klanten. Ik heb hier een gesprek over met Judy Langendoen, die ik snel ga introduceren. Juri, fijn dat je er bent. Live in mijn studio even naast elkaar. Yes. Heerlijk. Kan jij je kort nog even voorstellen, Juri? Zeker. Uh, Mijn naam is Juri Langendoen. <tiek> Ik ben Solution Advisor VMware bij Software One. En als Solution Advisor proberen wij onze klanten te adviseren en te inspireren omtrent de virtualisatiewereld. Verder doen we ook contractoptimalisaties, roadmap sessies, eigenlijk alles omtrent virtualisatie. Ja. Daar gaan we het even mee hebben. Voor, en voordat we de diepte in gaan over die nieuwe dienst, VMware Advisory Service, wil ik even stilstaan bij virtualisatie. Het is ook een term die wij bij Dacia Teacher in de afgelopen jaren veel voorbij zien komen. Wat voor soort trends en ontwikkelingen jullie zie jij daar op dit moment ontstaan in de markt? Um, ja, virtualisatie is natuurlijk eigenlijk begonnen als, als server virtualisatie, om... Uh, uh, van één computer meerdere computers te maken, ja. zeg ik altijd recerend. Ja. Uh, vervolgens is daar ook uh, storage virtualisatie bijgekomen, netwerk virtualisatie. En we zien nu vooral dat er gebouwd wordt naar een software-defined data center. Ja. Om zo een uh, hybride cloud omgeving te kunnen faciliteren. Oké. Okay. Want hybride cloud op dit moment is ook een hele belangrijke trend in de markt. Komt dat door dan ook, jullie, door de e enorme groei en explosie van data die we moment zien in Nederland, in Europa en in de wereld? Dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Um, elk bedrijf moet een technologiebedrijf worden mm -hmm. om met de uh, snelle gang waar de wereld en de business eigenlijk altijd vraagt om, om uh, innovatie, Klopt. Uh, yep. snelle go-to-market, met betrekking tot applicatielandschappen die gelanceerd moeten worden. Dus je moet daar wel op ingericht zijn ja. om de snelheid van de business aan te kunnen. Begrijp ik. Nou, dat het prachtige is, hè? Software Softwareman is op dit moment georganiseerd tot om vier pilaren. Ik noem ze nog even: design. BUY, BUILD and IMPLEMENT, OPTIMIZE and MANAGE, dat natuurlijk hele krachtige termen. Hoe belangrijk zijn die vier pilaren ook in jouw rol, ook richting jouw klanten, Joeri? Heel belangrijk. Ja, uh, ja, ja de, de BUY-pilaar uh -huh. is eigenlijk de, de transactie die de klant doet om een licentie aan te schaffen of te verlengen. Uh -huh. En uh, daar is Software One van oudsher heel groot mee geworden, uh -huh. door dat optimaal te benutten en de klant altijd van een zo goed mogelijke prijs te voorzien. Uh -huh. Echter, doen we veel meer dan dat. Okay. En vandaar dat we die pilaren hebben gevormd. om eigenlijk aan klanten uit te leggen. Uh, we kunnen je ook adviseren en helpen in het design. Ja. Hoe gaat het in je omgeving passen? We kunnen het ook voor je bouwen en implementeren. want kopen is eigenlijk de tweede stap. maar dan ben je er nog niet. Nee. Je moet het ook nog in gebruik gaan nemen. Dus. Ja. En vervolgens moet het ook nog gemanaged worden. Ik uh, denk aan contractoptimalisatie. of de adoptie. Uh, daadwerkelijk gebruiken van je ja. software en goed gebruiken. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. hoe jullie dat ook door. Door die explosie van data, de groei van hybrid, dat die designfase dat die belangrijker en belangrijker is geworden. In ieder geval wat ik lees als leek in de markt. Herken je dat beeld? Dat die designfase ook meer data heeft gekregen in jouw rol? Uh, ja. ja, zeker vanuit Software One zijn we gaan focussen op, op, op services met betrekking tot uh, de hybrid cloud. Ja. Wij leveren bijvoorbeeld uh, Azure en Amazon landing zones bij onze klanten. Uh -huh. Wat we een paar jaar geleden nog absoluut niet idee. konden als, ja. als bedrijf. Ja. Het gaat, lijkt me een heerlijke rol die je hebt. Zeker, zeker. Lekker Helemaal goed. Laten we even stilstaan bij de VMware Advisory Service die jullie ontwikkeld hebben. Kan je daar kort iets over vertellen, ook voor onze luisteraar en kijker. Zeker. Ja, met de VMware Advisory Service nemen we eigenlijk onze klanten mee langs uh, drie facetten. We doen een uh, inventory check om te kijken ja. wat heeft u nou precies gekocht uh -huh. uh, richting de klant. En wat gebruik je op dit moment. Dus dan okay. bepalen we ook een compliance positie. Ja. Vervolgens um, willen we ze ook inspireren over wat de marktontwikkelingen zijn met betrekking tot, tot virtualisatie of mm -hmm. VMware in dit geval yeah. specifiek. Die ontwikkelingen gaan zo snel. En als klant ben je misschien bezig met je, met je daily business in plaats van met IT of juist de ontwikkelingen in yeah. IT. Dus daar willen we ze ook in meenemen. En wat zijn de, de, de mogelijkheden uh, met, met je software die je al hebt, mm -hmm. en eventueel software die daarop aansluit. En hoe kan dat voor jou als klant waarde toevoegen yeah. in je core business? Yeah. En vervolgens in een derde stap um, nemen we ze ook mee in een contractoptimalisatieslag. Dus in stap 1 hebben we gekeken wat heb je, wat gebruik je. Uh -huh. uh, in stap 2 inspireren we en in stap 3 optimaliseren we. Ja. Hey, en be belangrijk, hoe lang geleden is deze dienst geïntroduceerd? Uh, de ontwikkeling is vorig jaar gebeurd. Ja. En de lancering, we hebben wat proefballonnetjes opgelaten ja. vorig jaar met een aantal klanten. En het, het is tot nu toe succesvol gebleken. Ja. Dus we zijn eigenlijk dit jaar 2022 daarmee de markt opgegaan. Ja. En hoe, hoe, wat zijn de eerste reacties Ook van de dienst? En jullie, kan je daar iets over vertellen? Want we hebben natuurlijk een primeur: bijna stiekem een kleine primeur te pakken. Maar kan je daar iets over vertellen over hoe de klanten daarmee om zijn gegaan? Zeker. Ja. Um, sommige klanten waren verrast. Positief, eigenlijk, denk ik. Zo ja, te zeker. In ja. eigen ja. Teruggaan naar, naar die vier pilaren. Ja. Uh, de by-pilaar, daar, daar zijn ze bekend mee, want ze Klopt. deden zaken met Software One. Ja. En dan zie je dat ze uh, door middel van de VMware Advisory Service, waar we eigenlijk alle vier de pilaren langs gaan, zie je dat ze eigenlijk positief verrast zijn door wat Software One nog meer kan. Zo. En je krijgt zelf af en toe de reactie: ik wist niet dat jullie dit ook konden. Nee. Dus het is, het is zeer belangrijk voor ja. ons om dat uh, naar buiten te brengen, ja. eigenlijk die awareness te creëren. Um, ...dat we veel meer doen dan alleen software verkopen. We zijn een servicesbedrijf. Je zei dat ja. net in de introductie wat natuurlijk ja. al. Um, we zijn een servicesbedrijf wat ook software verkoopt. Ja. En betekent dat dan jullie ook even kijken naar... de? Hè, we, ...we zitten ongeteld als je dit interview ziet en luistert, halverwege 2022. Als je even kijkt naar de roadmap voor dit jaar en, en volgend jaar, jullie... ...is dat, gaat het dan belangrijk dat deze groei zich continueert... ...maar dat er ook nieuwe partners en nieuwe diensten... ...over de as van die services worden gelanceerd? Kan je daar iets over zeggen? Um, dat is wel de gedachte. Okay. Uh, vooral omdat we nu dan in een startende fase zijn, kunnen we nog veel dingen zelf uitvoeren. Zeker. Als dit een vogelvlucht gaat nemen en um, we moeten het bij heel veel klanten gaan doen, ja. dan moeten we daar of meer mensen voor, voor ja, begrijp ik. aanhaken of ja. uh, met onze partners samenwerken. We werken in een heel groot VMware-ecosysteem met verschillende partners in Nederland. Ja. Uh, daar maken we nu gebruik van en dat zullen we in de toekomst ook nog steeds ja. blijven doen. Hoe belangrijk is dat ecosysteem van partners ook voor de doorontwikkeling van deze dienst, Juri? Heel belangrijk. Ja. Uh, wij kunnen niet alles zelf. Kijk. En ik zeg wel, schoenmaker blijft bij je leest. Ja. Uh, het VMware portfolio is heel erg hard gegroeid de afgelopen jaren. Mm -hmm. Ik noemde net server virtualisatie, netwerk virtualisatie en storage virtualisatie. Mm -hmm. Maar denk aan uh, security, waar VMware uh, een overname in heeft gedaan ja. met betrekking tot Carbon Black. Ja. En security is natuurlijk een hele nieuwe markt als je naar virtualisatie kijkt. Ja. En daar ben je niet vanaf de een op de andere dag een expert ja. in. Dus daar werken we of met collega's vanuit ons security team. Uh, Tim Jonker heeft hier aan tafel ja, gezeten om klopt. daar wat over uit te leggen. Of we werken, <coughs> excuse, we werken met gerenommeerde partners die daar ook al bedreven in zijn. Ja, ja gaaf. Een van de onderwerpen die ik inderdaad. Want je een prachtig bruggetje gebouwd, heb jullie voor mij. <laughs> Toen ik over. De digitale werkplek, maar ook over de datacenters. Dat twee, denk ik, onderwerpen die jou wel raken, ook in het rol die je hebt nu. Als ik even de vraag aan jou moet stellen, Julie, hoe belangrijk is dat klanten die ongetwijfeld ook naar dit interview luisteren en kijken. dat zij juist nadenken over de maar dat ze ook bij jullie op de deur kloppen. om juist te vragen om te helpen bij de ontwikkeling van de Hoe belangrijk is dat? Uh, vanuit ons, onze visie daaromtrend. is dat het, dat het heel erg belangrijk uh -huh. is om eigenlijk te kijken waar je over drie tot vijf. Tot soms wel tien jaar bestaan. Ja. Ja. Dat zijn grote veranderingen die soms doorgevoerd moeten worden. En dat gaat ook niet van de een op de andere nee. dag. Daar is, uh, a, een visie voor nodig. Die mm -hmm. je moet uitstippelen. Mm -hmm. uh, omdat je iets nieuws wil gaan leveren vanuit, vanuit de business. Voor ja. jouw klanten of, of andere partijen. Dus daar is een visie voor nodig. Daar is tijd voor nodig. Ja. Uh, daar is geld voor nodig. Dus het is heel goed om die, die horizon wat verder weg te leggen. Ja. Zodat je daar naartoe kan gaan werken. Ja. Maar dat is volgens mij ook met die vier pilaren die we noemen, Juri. Denk een uitgesproken kans voor Software One om ook in de designfase juist ook vanuit strategisch oogpunt zo'n klant te helpen. Klopt. En dat volgens mij is, is, zijn jullie daar ook naartoe aan het bewegen? Of zijn? Ik denk dat jullie er al zijn, maar ik denk dat een aantal organisaties dat nog niet weten. Dus dat is ook heel goed om te noemen nog even. Ik ben heel blij dat je dat ja, aansnijdt. Ja, toch? Ja. Nou, ja volgens ja. mij ook. Als we even kijken naar de VMware Advisor Service. Toch even terug naar die basis, Jury. Want ik, ik kan me voorstellen dat op het moment dat een CIO of, of een CISO of een datacenter manager het interview bekijkt, zegt Danny, dat is leuk, jury, Maar hoe weet ik nou dat dat voor mij geschikt is? Dat is toch een terechte vraag, denk ik. Hoe weten ze ja. dat? Hoe kunnen ze dat bepalen? Um, in, om die vraag te beantwoorden, splits ik eigenlijk klanten altijd in, in twee gebieden. Ja? Uh, de grote enterprise klanten of, of klanten die over meerdere landen verspreid zitten, daar zie je dat asset management vaak belangrijk is. Uh -huh. uh, het contract, het VMware contract, is een van de honderden softwarecontracten die zij hebben uh -huh. uh, en dan is het heel goed om een compliance positie te bepalen, eigenlijk een asset management positie ja, te juist. bepalen. Wat gebruik je wel en wat gebruik dat je wat niet, niet. Ja. Uh, en kan je daarin besparen. Dan is een VMware Advisory Service interessant. Ja. Vaak zie je bij de grote bedrijven dat daar zelf ook mensen met VMware kennis zitten. Uh, dus daar kan je dan ook over de roadmap mee ja. sparren. Ja. En bij kleinere ondernemingen zien we dat de licenties vaak meer te behappen zijn. Mm -hmm. Echter, de marktontwikkelingen um, liggen Ligt, soms wat soms, achter. Ja. Omdat zij bezig zijn met, ja, met hun core business. Ja. En niet met, wat we ook heel graag willen overigens. Heel graag, ja, uh, ja. IT faciliteert, ja. IT accelereert. Maar de nieuwste trends en ontwikkelingen van al je Vendoren bijhouden... Dat, uh, daar, daar kan je weken, ja. weken mee spenderen. Maar daarvoor is Software One... Daarvoor zijn wij, ja. ja wij, uh, Geëquipeerd en gepositioneerd om juist zo'n klant te helpen. Klopt, ja. klopt. het is onze dagelijkse business. Uh, ik hou me voornamelijk bezig met VMware. Ook iets wat daarbuiten gebeurt, maar mijn ja. focus is VMware. Dus alle nieuwe ontwikkelingen omtrent VMware. Die krijgen wij natuurlijk als partner ja. ook uh, eerst te horen... zodat we dan aan onze klanten goed kunnen informeren... Ja. En dat zijn er al zoveel dat ik het niet alleen doe, nee. maar in een team van vier man inmiddels. Ja. Um. Ja, jij zit hier, maar we zouden hier ook met vier. Dat past natuurlijk niet aan deze tafel, jullie. <laughs> maar we hadden hier natuurlijk met, met meer collega's kunnen zitten. Klopt. Dat is heel cool. Maar ik denk wel een goed punt om even te herhalen. voordat ik ook moet even naar de tijd kijken naar de afsluitende vraag gaan. Dat afhankelijk van de sector, de grootte van de organisatie. maar misschien ook wel stiekem de volwassenheid van de organisatie, jullie. jullie eigenlijk nagedacht hebben over het palet van diensten. hoe jullie zo'n klant kunnen helpen. En dat is wel goed om te weten. En mocht u het interview zien en zeggen, nou past het wel bij mij. Nou, we willen met name dat u zich vooral bezighoudt met uw eigen business. En dat software wel juist helpt om die versnelling te maken. En dat jullie daar een palet van hebben hoe. Dat is denk ik wel heel goed om er even te benadrukken. Zeker. Ja, fantastisch. Jury, partners. Toch even dat ecosysteem. En je zei het net heel even mooi, hè? want uh, ik volgens mij is de stem: hè? alleen ga je verder, samen ga je verder. Um, alleen ga je sneller, volgens mij, samen ga je verder. Die partners die. Kijken ongetwijfeld ook naar het interview en zullen misschien kijken van Danny, Jury, het is eigenlijk heel interessant, kunnen wij niet nog partneren met die dienst? Zijn jullie op zoek naar partners? Altijd. Alright. Altijd. Okay. Um, je kan elkaar op een bepaald vlak yeah. uh, altijd versterken. Uh, is het door focus op bepaalde klanten uh -huh. of focus op bepaalde um, ontwikkelingen die yeah. plaatsvinden in de markt, dan kunnen we elkaar altijd versterken. En wij hebben vanuit Software One Nederland heel erg veel klanten die we bedienen. Ja. Uh, maar ook een aantal die we niet bedienen. En juist daarvoor ja, uh, hebben we altijd de partners die we inzetten. Ja. Maar wij willen natuurlijk ook altijd groeien. Ja. En uh, ik wil zoveel mogelijk de VMware Advisory Service bij onze klanten uitrollen. Onder onze eigen vlag, Tuurlijk. maar eventueel ook onder een vlag van de partner, die ja. denkt: hé, dit is iets wat ik zelf niet helemaal kan. Dus Software One, eh, ik kan stap 2 en 3 wel doen, maar 1 niet. Zou je me daarin kunnen ja, adviseren dus. of ondersteunen? Ja. En dan werken we daar heel graag aan mee. En ongetwijfeld hebben jullie een partnerprogramma met de andere collega die er weer verantwoordelijk voor is, Judy? Dus nogmaals, en er en zal altijd aan beide kanten even gekeken worden of er een goede DNA-match is. Ja, He, dat zeg ik meteen. Ongetwijfeld even als, als windwaarschuwing. En er moet altijd goed en kritisch gekeken worden of, of jullie toch bij elkaar passen. Ja, het is een soort huwelijk waar je in zit. Dus dat uh, volgens mij liever vooraf dan achteraf, toch, Jullie? <laughs> dat klopt helemaal. <laughs> ja. en we zijn daarin we zijn flexibel. Ja, Kijk, uh, ik. De VMA Advisory Service is een, uh, een, een modulair product. Juist. Uh, en we hebben een aantal stappen gedefinieerd. Maar we kunnen daar, en dat merken we nu Schuim. ook uh, tijdens het uitrollen met ja. klanten, zie je vaak dat we. Oh, we gaan iets linksaf of rechtsaf. Ja. Om toch een, een, een tailor-made solution te maken, zoals wij het noemen. En dat zal in de samenwerking met partners ook zo zijn. Daar stellen we ons flexibel oh, Mooi. 2022, is er in het najaar nog iets waar jij naar uitkijkt, Judy? Um, VMworld. Daar Gaaf. Ik heel erg naar uit. Dat is in... uit mijn hoofd in november. Uh, correct, de ja. week november, Klopt. ja. Uh, in Barcelona? Tijdens de Gartner ITX, maar uit mijn hoofd? Ja, ja. Klopt. ja. Klopt. Gaaf. Klopt. Dus dat is een hele gave week voor Barcelona ja. en in Barcelona ja. om bij te zijn. Waar um, eindklanten uh, resellers zoals Software One, Vendoren, uh, Pers. Iedereen loopt daar rond ja. en daar worden natuurlijk altijd heel veel highlights aangekondigd en heel veel updates gegeven en ik ben heel erg blij om te kunnen ja. vermelden dat het een hybride event is geworden dit ja. jaar, Mooi. dus dat er ook weer deels fysiek, deels online, uh... correct. Ja, ja fantastisch. Ja. Staat het op de Software One website? Ik denk het vermoedt vermoed wel, Jordi? Tegen de tijd het ja, dat het uitkomt, is zeker. Ja. <laughs> <laughs> bedankt voor je tijd dat je hier was, Jordi. En heerlijk om even met gedachten te praten over je rol en wat je doet bij Software One. Jij bedankt uh, voor, de, voor de uitnodiging. Ja, fantastisch lange Langedoen van Software One. We stonden uiteraard even stil bij de breedte van het portfolio. Klantgedreven. Uiteraard met partners. Want die partners bouwen voort op dat ecosysteem. De VMware Advisory Service. Uitgebreid besproken. Daar zoeken ze nog klanten voor, maar uiteraard ook partners. Bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot snel. Misschien ergens hier. Om eens een keer live op de midden.